En welkom bij deze speciale Talk of the Town. In Holland staat een flexhuis. Kunnen flexwoningen bijdragen aan de oplossingen van de nijpende woningvraag in een metropoolregio Amsterdam? Dat is de hoofdvraag van vandaag. Want het is een open deur en het is geen goede beeldspraak. Want de open deuren zijn voor heel veel mensen niet een beeld wat ze voor ogen hebben. Omdat ze helemaal geen deur hebben. Geen zicht op een nieuwe woning. De woningnood is enorm. En de laatste berichten over versnelling van die woningbouw is lastig. Omdat ook de bouwkosten en het ambtelijk apparaat, het gaat allemaal ontzettend lang duren. En we hebben ze heel hard nodig. Het klimaat wordt er ook niet beter op met die bouw. Dus het is allemaal ongelooflijk lastig. Is Flex een list die Tom Poes in zijn mouw heeft? 3000 woningen per jaar. Hè? We zouden de woondeal van Emma zou 3000 woningen in 5 jaar zijn. De regering heeft het, nieuwe regering heeft het bijgesteld naar 3000 woningen per jaar in de MRA. Flexwoningen. Nou, waar gaan die woningen staan? Hoe gaan ze eruit zien? En hoe gaan we dat allemaal berekenen en hoe krijgen we dat allemaal rendabel? Vincent Kompier is hier al te gast als strategisch adviseur bij INBO, heeft onderzoek gedaan. Die is te gast hier. Edward Zevenberg is hier van het gebiedsontwikkelaar bij BPD. We hebben Rosa de Mulder, beleidsadviseur wonen, gemeente Uithoorn. Die is ook betrokken geweest bij het onderzoek van INBO. Barend Jonker van de woningcorporatie IJmeren. En dat was het, geloof ik, dat er was. Ja, er is van alles verder nog in de zaal aan extra gasten. Thijs Kroesen zou hier zijn. Die stond op de programmapagina, maar die is helaas ziek. Heeft echt dikke, vette corona, dat kan. Het is vreselijk, dat hebben mensen nog steeds. Vooral mannen. Nee, dat is gemeen. Maar in ieder geval, wat was hij dolgraag geweest? Want Purmerend, zoals jullie weten, loopt echt al wel een heel eind voor. Die hebben niet gewacht op het Rijk of op de investering. Die hebben alvast de investering gedaan in 200 flexwoningen. Dus Purmerend is goed bezig. Maar we schakelen gewoon meteen door naar de presentatie, want we gaan ook allemaal pitches horen trouwens, dat vergeet ik helemaal, van mensen die ongelooflijk innovatief en goed zijn met het bedenken van concepten voor flexwoningen. Dat krijgen we aan het eind van het programma en dan eindigt het met een geweldige netwerkborrel en een markt waarin iedereen kan kijken naar wat er allemaal te koop is. Dat kunnen de mensen thuis niet, die kijken hier tot de pitches van een aantal ontwerpers van flexwoningen. En de rest, dan gaat de camera uit en dan gaan we hier helemaal los. Dan gaat het echt gebeuren. Mark Vincent Kompier, strategisch adviseur bij INBO of stedelijk adviseur. Je bent urbanist, hè? Ja. Je hebt onderzoek gedaan? Ja. In opdracht van de MRA? Vincent, bij de klikker. Vincent, je moet bij de klikker staan. Kijk, waar de K van de klikker is. Ja. En Vincent? Nou, zo. Ja. Zal ik hier blijven staan? Nee, ik ga op jouw plek zitten. Heel veel succes. Ja. Nou, dank jullie wel. Als adviseur word je gevraagd voor allerlei opdrachten, zoals deze keer voor flexwonen. En dan als eerste reactie was van ja, flexwonen, wat is het nou eigenlijk? Ik had ook meteen het beeld van zo'n lelijke container voor me met allemaal ellende eromheen. Dat is toch een beetje het beeld dat heel veel mensen van flexwonen hebben. Moet dat nou? Kan het niet regulier? Enzovoort, enzovoort. En tegelijkertijd is het leuke van zo'n onderzoek doen, dat je er eigenlijk steeds meer induikt en steeds meer achterkomt dat er heel veel interessante aspecten meespelen bij het hele flexwonenverhaal. Daar wil ik jullie nu even in meenemen. We hebben een opdracht gehad van de MRA, daar zal ik wat over vertellen en ook over de manier waarop we dat hebben aangepakt en ook over een aantal doorbraken die we al bereikt hebben. Ga ik nu even op groen klikken. Eigenlijk was de vraag van waarom doen we eigenlijk dit onderzoek? En wat is eigenlijk flexwonen? Nou, er is natuurlijk een grote behoefte aan flexwonen, want de markt lost natuurlijk veel dingen op, maar niet de woningen voor gescheiden vaders, voor studenten, voor mensen die uit de maatschappelijke opvang komen, iemand die uit de gevangenis komt en een huis zoekt. Nou, noem het maar op. Er zijn echt hele lijsten van mensen die niet makkelijk in deze overspannen woningmarkt aan een woning komen. Kun je zeggen, ja, maar dan moeten we toch bouwen enzovoort. Maar misschien is flexwonen daar eigenlijk wel een hele goede, zij tijdelijke oplossing voor. Want het is natuurlijk tijdelijk. Wat is er tijdelijk? De woning is tijdelijk. Het huurcontract is tijdelijk. Of de locatie is tijdelijk. En vaak komen die drie tegelijkertijd voor. We merken ook dat het een groeiende praktijk is. Heel veel partijen zijn er echt serieus mee bezig. En dat is op zich natuurlijk al goed om te merken. Maar het is nog niet heel erg vanzelfsprekend dat het overal plaatsvindt. En daarom is aan ons gevraagd van, kunnen jullie ons daarbij helpen? Want we zien een aantal punten, ik heb hier even 8 onder elkaar gezet, waarom het nog niet altijd vanzelf gaat. Heel vaak wordt het gezien, ja, het is maar tijdelijk, dus
Je hoeft er niet zoveel aandacht aan te besteden. Het wordt vaak echt ingezet vanuit woonbeleid, wat natuurlijk begrijpelijk is, want het gaat over moeilijke doelgroepen. Dus het komt bij wonen terecht, dus het is woonbeleid. Nou, dat helpt ook niet altijd even goed. Hoe vind je nou in godsnaam locaties? Hè? We hebben geen locaties meer, dat roept ook iedereen. Nou, daar kun je ook heel genuanceerd naar kijken. Sommige partijen hebben toch wel, die willen wel, maar die hebben nog niet genoeg ervaring. Dus hoe help je nou partijen om hun ervaring beter op te bouwen? Sommige partijen hebben ook niet altijd, of gemeentes hebben niet altijd door dat het echt urgent is. Dus die zeggen van nou nee, wij doen het al, maar dan doen ze het eigenlijk niet. Maar ze zeggen dat ze het wel doen, maar nou ja, dat klopt natuurlijk ook niet altijd even goed. Er is natuurlijk ook een mismatch tussen die markt die we straks zullen gaan zien, die aan het pitchen is. Die staat bij wijze van spreken te trappelen om overal flexwoningen neer te zetten. Maar zijn dat nou eigenlijk wel de woningen waar we op zitten te wachten? Past het wel bij de doelgroepen en past het wel bij de locaties? Dus dat is best wel een zoektocht. Nou ja, waar ik al mee begon, hè, negatieve beeldvorming. Het is altijd voor lastige groepen, dus je wil het niet in je buurt. Het leidt tot overlast, het gaat altijd mis, enzovoort, enzovoort. Dat is natuurlijk ook erg beperkend. Vooral het beeld wat mensen ervan hebben, van dat het toch een soort afgerachte container op een lelijk veldje is. En er zijn natuurlijk een aantal aspecten in de business case die lastig zijn om rond te krijgen. Want het is natuurlijk niet een gewone woonmanier, maar toch op een andere manier. Nou, vandaar dus het actieonderzoek. Aan ons is gevraagd om bij deze 8 gemeentes langs te gaan en dus te vragen van wat speelt er nou? Wij zijn absoluut niet vanuit nul begonnen, want er zijn heel veel partijen die heel veel informatie al verzameld hebben. We hebben ook tijdens de rit, tijdens het actieonderzoek telkens teruggekoppeld. We hebben webinars georganiseerd waar die gemeenten konden aansluiten om van andere partijen te horen hoe er al succesvolle oplossingen zijn. Ik noem hem toch even. Grote wielen bij Rosmalen, een zeer interessante ontwikkeling waar een stedelijke gebiedsontwikkeling wordt aangejaagd door flexwonen. Dus daar beginnen ze met flexwonen in plaats van dat er een wijk is waar flexwonen tussen wordt gedouwd. Zeer interessant. We hebben zelf een kijkje kunnen hebben in die keuken van die 8 gemeentes die echt absoluut serieus bezig zijn om flexwonen goed voor elkaar te krijgen. En daar hebben we er eigenlijk 4 van gevonden die echt wat problemen hadden die we verder hebben kunnen helpen. En daarvoor hebben we eigenlijk de Serious Game bedacht om ook op een goede en heldere manier met die partijen verder te kunnen. Nou, wat is nou het Serious Gamen? Dat kunnen we vragen, want er zitten Serious Gamers in de zaal. En ik begreep dat er zo direct misschien ook nog één aan het woord komt. Dus daar kan Suzanne goed over doorvragen of iemand even lekker heeft zitten gamen. Eigenlijk met Serious Gamen zorg je ervoor dat ingewikkelde keuzes met elkaar gemaakt worden. Dat doe je samen in een soort spelvorm. Dus allerlei keuzes leg je voor, maar die moeten ter plekke worden opgelost en ter plekke worden geprioriteerd. Nou, dat gaat echt inderdaad met pionnetjes en kaartjes enzovoort. Dus het is echt een soort spelvorm en dat werkt heel goed. Omdat je ter plekke dus moet beslissen van gaan we nou dit doen of gaan we nou dat doen. Hoe lossen we dit op, hoe lossen we dat op? En ter plekke worden dus keuzes gemaakt en ook met elkaar gedeeld. Dus het kwam voor dat er afdelingen bij elkaar zaten die daarvoor nog niet zo bij elkaar hebben gezeten. Kenmerkend is dat de 3 gemeentes met wie we nu die game gespeeld hebben, wilden allemaal dat speelbord mee naar huis nemen. Nou, we kunnen het bord mee naar huis nemen, dan kunnen we doorwerken. Nou, zo werkt dat dus vrij goed. We hebben 3 rondes gedaan. We hebben eerst gezegd, wat is nou de opgave? Wat zijn nou jullie obstakels en welke doorbraken en vervolgstappen zijn er te benoemen? Nou, dat klinkt ook nog lekker abstract. Kijk, zo ziet dat gamen eruit. Dus iedereen hangt boven de borden en is hard aan het gamen. Doorbraken hebben we eigenlijk in 3 rondes gedaan. Van hoe kun je nou van een kader toch naar een oplossing gaan? Welke rol moet wie nou nemen en wat voor effect heeft dat voor de business case? Dit is een beetje veel informatie, maar wat we hebben kunnen zien, dat zie je iedere keer linksonder. Want dan zie je dus de doorbraken die we bij verschillende gemeentes hebben gezien. Oude Amstel was al bezig met de flexwoonlocatie De Nieuwe Kern, vlakbij station Duivendrecht. Daar komen iets van 540 flexwoningen. Ook om het gebied daar op de kaart te zetten, omdat het nu nog geen woongebied is. Dus daar is flexwonen eigenlijk een soort aanjager. Dus het is niet alleen maar uitvoering van woonbeleid, maar het is ook een aanjager van echt gebiedsontwikkeling.
Daar is ook geschoven met verschillende bestemmingen, in, samen met de gemeente en Oude Amstel. En het was heel ingewikkeld, maar het is toch allemaal gelukt. Ook financiële ondersteuning heeft Oude Amstel gehad van de gemeente Amsterdam. En tegelijkertijd heeft Oude Amstel het voor elkaar gekregen om een deel van de woningen die daar komen ook toe te wijzen aan de jongeren uit Oude Amstel. Dus het is voor wat hoort wat ook wat. En er was een onredabele top, maar daar is dan de woningbouwimpuls een manier voor om via het Rijk geld te krijgen om die onredabele top daarmee terug te dringen. Dus dat is een goed en interessant voorbeeld. Haarlemmermeer heeft het weer op een hele andere manier opgelost. Die hebben bijvoorbeeld overheidsgeld kunnen gebruiken om een externe projectleider in te zetten die binnen de gemeente dwars door alle afdelingen heen holt en daarmee ook dingen voor elkaar krijgt. Dus dat is een soort extern iemand die op dat moment even dat flexwonen lostrekt. En die hebben bijvoorbeeld kavelpaspoorten gemaakt samen met IJmeren en Eigen Haard om de kennis van locaties wat verder te krijgen en te kijken wat kan hier nou wel, wat kan hier nou niet. Zodat je ook snel kan schakelen en snel tot goede oplossingen kan komen. En niet iedere keer dat wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Bij het gamen hebben we Lelystad ook mee laten doen. Die hadden al ervaring met met flexwonen natuurlijk. Met flexwonen als het gaat om projecten voor arbeidsmigranten. Want dat was wel een probleem, want die kwamen met z'n 6, 7, 8, 9, 10 in eengezinswoningen wonen. Dat gaf wat overlast enzovoort. Tegelijkertijd wilden ze ook nieuwe doelgroepen aanspreken met dat flexwonen. Want ook in Lelystad neemt de lijst van mensen die een huis zoeken alleen maar toe. Kunnen we ook niet andere groepen benoemen. En die hebben bovenop die kaart inmiddels 10 vlaggetjes gezet om te onderzoeken of flexwonen daar ook een rol kan spelen in bijvoorbeeld het verdichtingsvraagstuk in Lelystad. En ook in het toevoegen van andere woningtypes. Want het is natuurlijk vooral eengezinswoningen wat in Lelystad te vinden is. Uit Hoorn hebben we samen met het kadaster gezocht naar locaties die nog niet helder op de kaart stonden. Kadaster heeft een soort scan ontwikkeld waarmee je met allerlei schuifsystemen en kaarten over elkaar heen tot je grote verbazing als gemeente ook gronden kunt vinden waarvan je niet wist dat je ze misschien had of waarvan je niet wist dat je misschien daar flexwonen zou kunnen doen. En dat is op zich een hele handige tool. Hangt natuurlijk wel af van de lokale omstandigheden of wat je op je scherm ziet in de werkelijkheid ook wel geschikt is voor flexwonen. Maar daar hebben we met de gemeente Uithoorn bijvoorbeeld gekeken naar een wijk waar flexwonen eventueel wel zou kunnen bijdragen aan het versterken van het draagvlak voor de voorzieningen die daar zijn. Omdat er een wijk was met veel maatschappelijke voorzieningen waar je misschien met flexwonen wel weer wat extra draagvlak zou kunnen krijgen. Tegelijkertijd is het flexwonen ook een manier om uitspraken te kunnen ontlokken over bestaansstedelijk gebied. Nou, dat is een beetje ingewikkeld planologisch gedoe wat ik hier niet ga uitleggen. Dus dat mogen jullie zelf opzoeken. Ja. Heemskerk als laatste was ook een voorbeeld van een gemeente die ook heel graag met dat bord onder de arm naar huis wilde hollen. Want ze zeiden, we zijn al veel aan het onderzoeken. Veel hebben we al bekeken, iedere afdeling voor zich. Maar hangend boven zo'n kaart kwamen ze op dat moment veel sneller tot oplossingen dan ze misschien ieder apart in hun eigen kantoortje hadden verkregen. En tegelijkertijd kwam daar bijvoorbeeld ook naar voren dat het optoppen van bestaande bebouwing misschien ook wel een truc is om meer flexwonen toe te voegen. Dus ik heb eigenlijk een conclusie die ik niet op een plaatje heb, maar je zou eigenlijk kunnen zeggen dat flexwonen moet je absoluut niet zien als een soort oplossing voor een probleem van vandaag of morgen. Maar het is veel meer een middel of een methode om woningen toe te voegen aan de woningmarkt waar op dit moment echt heel veel behoefte aan is. En tegelijkertijd kan flexwonen dus ook meer dan alleen maar dat woongedeelte invullen. Omdat je er ook veel meer andere terreinen mee zou kunnen ontwikkelen. Dus daar wou ik het even belaten. Nou, dankjewel. Maar jij zegt even, Vincent, nadrukkelijk, het is niet een oplossing voor op de korte termijn, zeg maar. Als je het heel erg alleen maar als oplossing voor één probleem ziet, dan denk ik dat je vastloopt in het feit dat je misschien dat ene probleem hebt opgelost. Maar tegelijkertijd zijn er heel veel andere problemen die erbij komen kijken. En ik denk dat als je het breder benadert, dus ook echt meer dan alleen maar als wonen ziet, dan is de kans groter dat het lukt?
zou je zeggen? Nou, dan wordt het in ieder geval van meer kanten bekeken. En dan denk ik dat het wat steviger ook in het beleid terecht zou komen. Want we hebben ook wel gemerkt dat gemeentes zijn waar het zich beperkt tot woonbeleid. En waar ruimtelijke ordening en grondzaken denken van ja... We willen echte woningen. Dus dan krijg je dit is een manier om al die domeinen bij elkaar te krijgen. Daar is dat gamen heel erg goed voor. En was jij verbaasd dat er afdelingen, wat dat zei je een beetje in je presentatie, die elkaar eigenlijk bijna niet spraken? Nou, niet spraken weet ik niet. Maar je komt tijdens het gamen al heel snel tot de pointe waar het over gaat. Omdat wij natuurlijk met het voorbereiden allerlei keuzes op kaartjes hebben gezet. Wij hebben natuurlijk die game zo voorbereid dat ze zelf... Ze maken die keuze zelf, maar die keuzes hebben wij wel van tevoren voorgemasseerd. Ja, maar dus jouw conclusie is eigenlijk van... Flex is eigenlijk veel meer dan dat. Dus niet alleen wonen, maar het gaat ook om het draagvlak maken voor voorzieningen, aanjagen, dat soort dingen. Waardoor het breder gedragen wordt? Ja, wat ik nog niet genoemd heb, maar wat in dit onderzoek niet per se naar voren komt... maar we straks zullen horen dat het... misschien ook wel een kans is om naar hele andere manieren van bouwen te gaan. Dus biobased, met hout, zelfvoorzienend, woningen die energie opleveren... in plaats van dat ze kosten, enzovoort. Dus, ja, precies, van dat soort kansen, denk ik. Hè? Als we de laatste berichten mogen geloven, het IPCC-rapport plus de... Ja, ik heb het nog niet gelezen, maar... Ik heb het helemaal gespeld. Okay. Nou, het ziet er niet goed uit. Ja. Maar in ieder geval, en de stijgende kosten van alles wat energie kost... Ja. Het branden van baksteen tot het staal en dat soort dingen. Ja. Dat je nu denkt, als we nou die kans hebben... dan zouden we dat nu in hout en biobased moeten doen eigenlijk. Hè? Ja. Dus, maar dat zit niet in jouw aanbeveling? Want dat zou wel logisch zijn. Nou, het interessante is, en dat vonden we ook opvallend... dat bij sommige gemeentes staat het wel al in het beleid... maar de stap om het te gaan doen is dan nog niet gemaakt. Dus dan staat er in de woonvisie... we gaan biobased, circulair de hele toestand... Maar als je dan zegt, nou, welk project ga je dat dan doen, dan ligt het even stil. Dat is het even stil of dan ligt is het stil? Allebei. En dan zou je kunnen zeggen, nou, dat is dus een kans om dat te koppelen. Terwijl natuurlijk, ik snap ook wel dat mensen denken, ja, we hebben al 40 eisen en dan komen er nog 45 bij. Dus dat wordt alleen maar meer. Maar we gaan straks horen, die pitches volgens mij, dat het makkelijker is. Hè? Je zet dat ook in no time neer. Ja, ja. En dus, andere ontwikkelingen, het gaat allemaal in die zin razendsnel, is dat we merken dat er bijvoorbeeld in Asmeer nu bijvoorbeeld al een burgerinitiatief is die ergens tijdelijke woningen wil plaatsen. En ook steeds meer ondernemers gemeentes benaderen. En zeggen van, we willen graag flexwoningen neerzetten. Ja. En sommige gemeenten zeggen dan, ja, dat kan niet, want we hebben geen beleid. Dus dan wordt het natuurlijk ook een beetje... Maar je merkt bij al die acht gemeentes wel dat er een enorme wil was om dit... Zeker bij die acht die wij onderzocht hebben, daar is absoluut ook de kennis aanwezig. En die willen ook echt wel door, maar die komen er soms zelf niet uit. Dus, nee, precies. Ja. En dit zou ze kunnen helpen. Ja. Radboud Matthijssen van de Lelystad. Kom even naar voren, want dan sta je ook mooi in het licht. Dan sta je in het licht. Ja. Jazeker. Hier is het geval. Even een vraag opstaan. Nee. Ik heb een hele korte vraag. Ja. Is er een speciale reden waarom Amsterdam niet bij de acht steden zat? Ik heb begrepen dat Amsterdam in principe zegt... nou, we doen liever echte woningen dan flexwonen. Dat is één. En het tweede is van dat Amsterdam zegt... van nou, wij lossen ons eigen problemen zelf op. Dat heb ik begrepen. Dat is het antwoord. Ongelooflijk. Ja. Dat vind ik wel bijzonder. Maar ja, daar kunnen we nog een hele avond over vullen. Laten we het vooral hebben over de gemeenten die het wel doen. Ja. Matthijs. Lelystad. Ja, Radboud. Ja. Of Radboud, sorry. Radboud, Matthijssen. Ja. Matthijs Radboudsen. Ja. Het is gewoon ook mooi. Ja. Maar Radboud is prachtig. Dat is om te keren. Ja. Radboud, jij werkt al ontzettend lang in Almere. Sinds 89 was je al... In Lelystad. Lelystad, Almere en Lelystad niet mengen, want het is toch echt iets... Ik ga even een stokje water echt nemen. Iets heel anders. Het heet allebei Oostflank van de MRA hier. Ja, heel goed. Ik heb 30 jaar, waarvan 25 jaar als bestuurder van een woningcorporatie gewerkt in Lelystad, klein
kleine woningcorporatie. Dus ik, en sinds vorig jaar werk ik als strategisch adviseur bij de gemeente. Ja, dus dat is echt een carrière move. Ja, doelbewust hoor. Om eens te kijken van ik wil iets breder met de woningmarkt bezig zijn dan alleen met de corporatiesector. En ook met de hele stad en alle segmenten. Het is gewoon een leuke uitdaging. En dan kom je ook dit soort uitdagingen tegen. Ja. Hier achter jullie zien jullie een flexwonencomplex wat wij in vorig jaar eigenlijk in twee fases hebben gerealiseerd. Twee keer 150 woningen. En ik denk dat ik even met een quote begin. Want we kunnen het wel over techniek hebben en over stenen of hout als het biobased moet zijn. Maar het gaat natuurlijk om de mensen die er wonen. En dat zijn dan vaak spoedzoekers. Ja. En ik heb hier nu we hier in Lelystad wonen, hebben we onze eigen plek en kunnen we weer echt gaan leven. Het is niet groot, maar het geeft ons de kans weer vooruit te kijken. Precies. Het zijn vaak mensen die toch gewoon klem zitten. En het leuke, en de volgende quote is heel specifiek voor dit complex. En dat tekent ook de corporatie die zich hiervoor in heeft gezet. Dat is Centrada uit Lelystad. Er wonen hier echt hele leuke mensen. Er is een gemeenschappelijke ruimte waar we terecht kunnen. Het voelt fijn en goed. En dat is best bijzonder, want een van de kernaspecten van dit complex is dat we het heel nadrukkelijk voor diverse doelgroepen hebben ingezet. Er wonen statushouders, dus mensen met asielzoekers met een permanente verblijfstatus, spoedzoekers en er wonen ook arbeidsmigranten. En dan krijg je dus een smeltkroes, mensen die elkaar niet verstaan. De corporatie heeft daar echt een ervaren complexbeheerder op gezet. En er is een gemeenschappelijke ruimte, er is openbaar gebied waar ze dan collectieve tuintjes kunnen gaan inrichten. In echt community vorming zijn ze mee bezig. En dat maakt het dus heel levendig. En dat geeft ook dit soort positieve reacties. De mensen zeggen, hè, ja, het is niet groot. Het is misschien maar voor even. Maar ik heb wel weer even lucht. Ja, dat is mooi, want als ik daar even verder mag gaan, Vincent, het creëren van een gemeenschap in tijdelijke woningen, hè, want dat is denk ik wat heel belangrijk wat hier is gebeurd. Hè, je laat mensen binnen, laten we ook de hele vluchtelingenstroom niet vergeten. Hè. Ik bedoel de Oekraïners die hier komen. Dus het zijn spoedzoekers, het is een verschrikkelijk woord, ik hoor af en toe wat gegnuif hierachter. Maar spoedzoekers, dat kan ik ook morgen zijn. Maar dat is ook de mensen die nu uit de Oekraïne komen, tot de mensen uit Syrië, Afghanistan, uit de maatschappelijke opvang, iedereen. Hè? Dus dat zijn alle woningzoekenden, dat kunnen wij ook allemaal zijn. Maar die gemeenschap, hebben jullie daar ook naar gekeken? Van hoe maak je daar nou iets gezelligs van? Ja, nou, niet per se gekeken, maar wel de gemeente Diemen heeft ook meegedaan. En die zeiden, nou, we hebben eigenlijk helemaal geen locatie. En we hebben al meerdere flexprojecten gedaan. Mm-hmm. En dat vond ik interessant, want het heeft ook onze definitie van flexwonen een beetje opgerekt, moet ik zeggen. Ja. Want die hebben aan de ene kant projecten met studentenwoningen staan. Voordat het hele woord flex überhaupt al bestond, stond dat er al. Dus die hebben daar al ervaring mee. En dat ging niet meteen goed in het begin, begrepen. Bij Campus? Maar Campus Diemen-Zuid? Ja, nee, Campus Diemen-Zuid is de andere variant. Ja. Want daar is Graystar heeft daar Our Domain neergezet. Ja. En dat is zeg maar het hogere flexbonussegment, noem ik het maar eventjes. Ja, ja. Maar dat is interessant, want die hebben heel veel massa gemaakt. En door heel veel massa te maken zijn er heel veel extra voorzieningen. Kun je voorzieningen maken, precies. Is er een community manager? Ja, ik wist ook niet dat het bestond. Ja. Maar dat is iemand dat zijn mensen die dat op een plintenmanager, community manager. Je hebt ze allemaal op en die hebben allemaal weer die hebben een hotelachtige opleiding. Dus die weten ook hoe je de boel moet vermaken en zo. Maar daar zitten woningen bij waar je maar 2 jaar mag wonen bijvoorbeeld. Ja, dus precies. En dat is ook niet helemaal flex. Want even Radboud, dit gebouw van Jan Snel, hè, die komt straks, wordt er ook gepitcht door Jan Snel. Hoe snel stond het er en is het helemaal hout? Het is, maar dat kun je misschien ook aan Jan Snel vragen. Volgens mij is het niet helemaal van hout, maar wel grotendeels. Is het helemaal hout? Of, Nee, wij werken met betonnen vloeren. Betonnen vloeren, ik doe het even voor de kijkers thuis. Betonnen vloeren, stalen. Stalen constructies, ja. Dus stalen constructies, betonnen vloeren, maar de rest is allemaal van hout. Zo is dat gegaan. En hoe snel stond het er? Nou, het stond er zo snel dat het nog 2 maanden na de oplevering op een aggregaat heeft moeten draaien, omdat er nog geen nutsaansluitingen waren. Kijk, dat zijn ook dingen waar je aan moet denken, hè, dat je dat tegelijk allemaal doet. Maar dus zo snel betekent in 2 maanden? Of? Ja, nee, de bouw van per complex was 4 maanden. En hoeveel woningen? Van idee tot oplevering was 2 jaar. Dus dat is eigenlijk ook razendsnel. Ja, maar het ligt er nu, dus je zou het nu
nog een keer kunnen doen, dan zou het in 4 maanden kunnen. Nou, nee, je zit ook met een aantal andere procedures. Hè. Je moet okay, toch. Oké, maar stel ja. dat. Maar in de bouw zelf en het echt. De bouw zelf is gewoon netto? Ja, dat is 4 maanden, ja. 4 maanden. Ja. En hoeveel woningen? 150 per keer, ja. 150 per keer in 4 maanden? Ja. Ja, jongens, dat is tempo. Daar is ook het tempo te halen. Hè? Ja. Want bedoel, we hebben natuurlijk procedures met elkaar afgesproken. En daar zijn wel wat mogelijkheden, maar eigenlijk ook weer niet. Dus de tempo voor het flexwonen is echt te halen uit de bouwtijd. Uit de bouwtijd, ja. Precies. Ja. En de lengte, de tijdsrovendheid zit hem in die procedures. Ja, die zitten natuurlijk in bestemmingsplannen, die hele RO-procedure. Ja. Die is hier ook zeg maar op een ontheffing van het bestemmingsplan voor 15 jaar geregeld. Want hier komt daarna 15 jaar, wat komt hier dan? Er is hier een optie gegeven om het te verlengen voor 15 jaar. Okay. En dat was ook noodzakelijk om de business case rond te krijgen. Dus de corporatie heeft een exploitatie van 30 jaar. Maar er is wel in die exploitatie meegenomen dat het mogelijk verplaatst wordt naar 15 jaar. Okay, dus wij gaan kijken. En dan zit je ook, dan de functie placemaking heb ik net langs zien komen. Ja. Het kan zijn dat over 15 jaar dit een hoogstedelijker karakter krijgt dan het nu heeft. Dat het een hogere dichtheid gaat krijgen. En dat we dan zeggen, nou, dan moet het verplaatst worden. Maar het kan ook zijn dat het over 30 jaar pas zo is. Precies. Dus dan zit er ook in die zin een soort flexibiliteit in. Oké, okay. Ja. Want Lelystad gaat als een trein. Hè? Want jullie hadden tot voor kort hebben verviervoudigd het bouwtempo in 3 jaar ja. tijd. Ja. Daar mogen we allemaal een puntje aan zuigen. Dat gaat enorm hard. Gaat het ook door dit soort concepten, gaat het door dit soort Jan Snel concepten ook sneller? Nou, dit heeft wel een enorme impuls gegeven. Ik denk ook niet dat je eindeloos dit soort bouwen kunt blijven neerzetten. Hè? Maar het doet wel wat. Het geeft een startschot, een impuls. Ja. Waardoor je, kijk, in je reguliere bouwontwikkeling gaat gewoon door op de achtergrond. En dit geeft dus een eenmalige versnelling, waardoor je toch je ziet ook de corporatie in dat jaar de zoekduur heeft verkort. Hè? Terwijl normaal zie je dat de laatste jaren allemaal stijgen. Maar deze impuls heeft ervoor gezorgd dat ook de zoekduur afneemt. Dus als je dat zou herhalen of in de reguliere bouw kunt doorzetten. Dan ga je de goede kant op. Dan ga je de goede kant op. Ja, dat zeggen wij ook. Hè. Dat staat nu niet in mijn presentatie, maar het is wat ons betreft en-en. Dus en reguliere bouw gewoon doorgaan. En ondertussen ook nog flexwonen bouwen. Ja. Maar de capaciteiten bij gemeentes zitten natuurlijk ook een beetje tot hier. Dus dat zitten ook allemaal tot hier, ja, precies. Ja. Jongens, bedankt voor nu. Applausje voor deze heren. Mooi ding, bedankt. Ik wil even voor een gesprek met de potentiële vragers en zo aan de kant van de ontwikkelaars en de mensen uit de gemeente, wil ik Rosa de Mulder, Barend Jonker en Edward Zevenbergen naar voren vragen. Voor gesprek over hoe we dit nou gaan doen. Jongens, welkom. Ja. Midden? Jij in het midden. Rosa komt lekker naast mij, denk ik. Ja, lijkt me een hele goeie. Rosa de Mulder, je was ook een van de gemeentes, hè, waar het. Jullie hebben het spel ook gespeeld. Ja. En bij jullie kwam eruit, hè, dus dat er voor, op een bepaalde plek door die flexwoningen meer draagvlak was voor voorzieningen. Leg dat eens nog eens even uit. Ja, we hebben eigenlijk verschillende locaties meegenomen in die Serious Game. En die kwamen overigens uit die locatiescan van het kadaster waar Vincent het net over had. En ja, één locatie waar we op gegamed hebben. Ja, was niet een hele makkelijke locatie in de zin van dat daar best wel wat, je kan zeggen dat daar wel wat problemen zijn. Van wie was de grond? Van de gemeente. Van de gemeente, oké. Okay. Ja. Ja, dat was jullie grond. Ja, en dus toen zijn we gaan kijken van ja, je kan zien van, nou, het is een ingewikkelde locatie, dus die schrijven we opzij. Ja. Of je kan het omzetten en het meer als een soort kans creëren voor die locatie. En dat is eigenlijk wat we dan, ik denk dat Vincent daarop doelde, dat we dat gedaan omdenken. Hebben. Ja, dat je dus kijkt van, oké, die locatie heeft al wat problemen. Kan je niet dat toevoegen van die flexwoningen gebruiken om iets positiefs bij te dragen aan de wijk in de vorm van voorzieningen waar de mensen die daar wonen wat aan hebben. Dus dat is best aan twee kanten snijden. Wat goed. Ja. Dus dat kwam daaruit. En wat is nu jullie volgende stap? Nog even kort. We zitten nu in het onderzoek naar locatie. Mm-hmm. Dus dat moeten we afronden. En dan hopen we dat daar uiteindelijk een kansrijke locatie in zit waar we mee verder kunnen. Spannend. Ja. Edwin Zevenbergen, BPD, gebiedsontwikkelaar ben jij. Je hebt dit onderzoek gehoord, hè? Ja. Je bent echt een van de marktpartijen die staat te trappelen om dit te doen.
Is dat zo? Want hoe kijk jij tegen dit fenomeen flexwoningen aan? Nou, we hebben een hele goede collega van de Rabobank die gewoon een eigen concept hebben. Wordt straks in de pitches wordt dat uitgelegd. Ja. Wij kijken mee. In het vooronderzoek van mezelf naar van wat gaan we hier doen vandaag. Kom ik er zelf achter dat we al een flexwoning hebben gebouwd in het Laanse Portaal. Ontstaan eigenlijk ook in de vorige crisistijd, waarbij we een school moesten bouwen en er eigenlijk geen markt was voor de woningen erbovenop. Mm-hmm. Maar we wilden wel die school maken. En toen heb ik met URSM gebeld van joh, ik moet een gebouw maken van zoveel hoog. Kunnen we dat in een schoolvakantie realiseren? Ja. Toen zei en een schoolvakantie is 6 weken? 7 weken was dat. 7 weken? 7 weken. En weet je, even een beetje over gedacht. En Rob Urzem, die is ontzettend inventief. En die zei van joh, na een weekje, dat kunnen we. Uiteindelijk ging de school niet door en we hebben toch het hele gebouw gemaakt. Helemaal eigenlijk gewoon in de methodiek van het flexwonen. Ja. Gewoon units kant-en-klaar in een fabriek gemaakt. Binnen no time, geloof ik 10 weken, stond het complete gebouw, inclusief gevel, stond overeind. En dan had je nog alleen nog een stukje afbouw. Ja, ik heb het gefilmd. Het staat op Bravo Leven, de YouTube. Ja. Dat is ontzettend leuk om te zien, want hoe snel het gaat. Kennen mensen dit complex aan de Laan van Spartaan? Ja. En wat vinden jullie ervan? Ja? Ik vind het een hele mooie plotse. Wat vind je het een mooie? Nee, ik vind het is een heel mooi project geworden. Dus, en ook de kwaliteit van de woningen in termen mooi. Kijk. Ja. Dus wat die mevrouw zei is dat het een mooi project en de kwaliteit van de woning zijn mooi. Het is niet helemaal hout en duurzaam. Hè? Het is op zich... Nou ja, kijk, het mooie ervan is, het is eigenlijk voor permanent gebruik gebouwd. Ja. Mocht het zo voorkomen, je kunt het gewoon weer uit elkaar halen. Het is gewoon eigenlijk gewoon remontabel. Ja, dus niet zo bedoeld, maar het is wel gewoon remontabel. Okay. Ja. Dus jullie hebben het al een keer gedaan. En nu voel je nu, voordat ik even naar Barend Jobbe ga, voel jij nu de noodzaak, hè? De vraag van deze avond is het een mogelijke oplossing voor het nijpende woningtekort? Zeker. Zeker. Barend. Ja. Barend Jonker, je bent van Ameren. Ik geloof dat daar corporaties daar een hele grote rol in kunnen spelen. Hè? In dit sluitend krijgen van het bouwen van flexwoningen en ook betaalbaar maken. Nou ja, wat is jullie rol? Het is onze taak natuurlijk om voor huisvesting te zorgen, vooral voor die sociale groep. Wij hebben bij Ameren 2 jaar geleden de stap gezet om vol op flex in te zetten. Naast onze permanente productie. Dus echt vol op flex? Als een extra bouwstroom naast onze normale productie. En zijn jullie daar jullie zijn niet de enige corporatie die vol? Of zijn Nee, we zijn niet de enige corporatie. Maar jullie gaan vol? We hebben gewoon een hoge ambitie uitgesproken. Ja, wat het vol is. Je moet ergens een keer je nek uitsteken en het gaan doen. Ja, heel goed. We hebben afgesproken dat we ongeveer 150 woningen per jaar willen bouwen. Daar zijn we mee gestart. En inmiddels lijkt het dat de lat wel wat hoger gelegd kan worden bij ons intern. Maar we zijn daarop ingestapt. We zijn met een team gaan kijken wat willen we dan met flex. En wij zien het wel als een extra bouwstroom naast onze bestaande. Maar dan als een flexibele portefeuille die ook gewoon zal blijven meegroeien met de gewone portefeuille. Een flexibele portefeuille, dat vind ik. Snapt iemand dit? Nee, een flexibele portefeuille die mee kan groeien met de gewone portefeuille. Hoe doe je dat? Want hoe krijg je dit rond? Dat is een belangrijke. Wij zetten in op woningen met ook permanente bouwkwaliteit. Ja. Dus de kwaliteit van een permanente woning. En omdat ze modulair gebouwd worden, zijn ze inderdaad ook weer verplaatsbaar. Een beetje zoals het voorbeeld dat Edward had. Zijn ze verplaatsbaar en kunnen we ze na het afloop van de termijn van die 10 tot 15 jaar bij de flexlocatie, kunnen ze weer op een andere plek ingezet worden. Als permanente woning of als een nieuwe flexwoning. En op die manier hebben we eigenlijk een portefeuille die met ons mee verhuist van locatie naar locatie. Dus je schuift dus eigenlijk die... Rosa, als je nou kijkt dat verschuiven van die woningen, hè, ook in Uithoorn, zie je dat voor je? Zo'n soort reizend circus van woningen die van de ene plek naar de andere plek hebt. Is dat mogelijk? Is er genoeg grond daarvoor? Ja, ik denk dat je daar wel een iets grotere schaal voor moet hebben. Dus ik kan me voorstellen dat je een soort van marktplaats creëert van flexwoningen, maar dan bijvoorbeeld op MRA-schaal of iets meer dat je alleen op schaal van Uithoorn is dat klein. Om tijdelijk in te zetten. Want je zou bijvoorbeeld, voordat je tot ontwikkeling komt van een
van een gebied daar tijdelijk flexwoningen kunnen zitten, zoals ook in Ouder-Amstel gebeurt. Mm-hmm. En dat je dan dat die woningen weer verplaatst naar de volgende locatie waar dan moet worden gewacht op een ontwikkeling. Ja. Maar dan moet je wel een bepaalde omvang hebben van locaties. Dus ja, en dan kun je gaan schakelen. Ik ga ook even naar de zaal, want ik zit hier in mijn eentje naar even te kijken. Je moet ook een beetje in de zaal in kijken. Maar dus op die manier een soort marktplaats voor locaties. Ik zag het knikken, Edward. En woningen. En woningen. Uiteindelijk ga je ook een samenwerking. Dat hebben wij met Emeren met een aantal andere corporaties opgezet in de NH Bouwstroom, Noord-Holland Bouwstroom. Waarin we samen de partijen selecteren waarin we die flexwoningen gaan bouwen. Waarmee we die flexwoningen gaan bouwen. Mm-hmm. En daarin, omdat je samen dat proces, heb je samen dezelfde uitgangspunten. En kun je op een gegeven moment misschien ook wel gewoon woningen uitwisselen. Als wij een keer een locatie niet hebben, dan kan een corporatie's eigen haard of een andere corporatie in het samenwerkingsverband wel die woningen kwijt. En op die manier heb je je schaal gewoon aan de kant van de aanbieders ook geregeld. Oké, dus een soort consortia maken, Edward. Is dat voor marktpartijen ook mogelijk, dat je inderdaad op die manier samenwerkt? Ik denk dat dat de truc is om het haalbaar te maken. Hè. Dus wat ook Vincent in zijn presentatie zei, de business case is altijd gewoon toch moeilijk rond te rekenen. Ja. Op het moment dat je een model hebt waarbij je dus een soort gegarandeerde afname hebt van dat product. Ja. Dan blijft ook die restwaarde van dat casco blijft gewoon hoger. Okay. En dat is dus gewoon de truc die de corporaties ook gewoon nu toepassen. En daarmee kun je hem gewoon haalbaar krijgen in een beperktere tijd. Ja, precies. Dus op die manier kun je dat rendabel krijgen. Ja. Want die gigantische onrendabele top die ik wel eens hoor, als ik het met mensen over heb, die kun je op die manier met elkaar opvangen. Als je maar een consortium hebt van mensen Je gaat die woningen twee keer ergens neerzetten, dan kun je hem terugverdienen. Ja. Dat is eigenlijk basic hoe het werkt. Ja. Niet in 15 jaar, maar in 30 jaar. Ja, dus twee keer ergens neerzetten. En je helpt elkaar om die tweede termijn te vinden. Die locatie voor die tweede termijn. Of zo schrijf je het een beetje met elkaar. En zijn er nog mensen? Ja, vraag. Ja, ik had vanmiddag een alleraardige sessie over data van de stad op wonengebied. Ik mis ook, we hebben het over 1 miljoen woningen bouwen. 1 miljoen, waar komt het vandaan? Waar zijn de getallen op gebaseerd die de vraag legitimeren, zullen we zeggen, van hoeveel... We hebben het nu over 3000 flexwoningen in een jaar. Hè? Ja, maar... Is dat miljoen? Dat is een veel te grote vraag. Maak het gewoon even op de flexwoning. Ja, waar komt de vraag vandaan? Hoeveel vraag is er? Waar zijn de cijfers aan de vraag, aan de vraagkant? De cijfers aan de vraagkant? Nou, dat lijkt me... waar zijn de cijfers aan de vraagkant? Er zijn overal enorme wachtlijsten, van Uithoorn tot Lelystad, overal. Dat is de vraagkant. Ja, je kan de vraag op verschillende manieren benaderen. Theoretisch of in de praktijk. In de praktijk zie je inderdaad wachtlijsten en oplopende prijzen in de koop. Maar in theorie heb je natuurlijk ook woonbehoefteonderzoek wordt gedaan. Ja, en over het algemeen denk ik dat die flexwoningen nu voor de spoedzoekers zijn, die dus eigenlijk gewoon op de markt niet terecht kunnen. Dat zijn de midden- en sociale huur, neem ik aan. Want hoe krijg je bijvoorbeeld middenhuur in flex? Is dat ook mogelijk? Hè? Dus we hebben nu met woningcorporaties €500 per maand kun je dan betalen. Dat is een permanent ook het voorbeeld van Thijs Kroeze. Is dat ook voor middenhuren te doen? Dat zijn we aan het bekijken. Tenminste, ja. daar zal straks ook gewoon een pitch voor een deel over gaan van de Rabobank. Dus ik ga niet alles voor de voeten wegmaaien. Nee. Ja. Maar we hebben het nu dus over 15 jaar. Hè? Als we het hebben over flex, 15 jaar. 10 tot 15 jaar. 10 tot 15 jaar. De plek waar het staat. En is het voorstelbaar dat je bijvoorbeeld op locaties waar pas over... Dus er liggen al heel veel bouwlocaties klaar. Hè? Dat scheelt al een hele hoop werk. De grond is daar uitgegeven. Of aan marktpartijen, of het is van het Rijk of van een andere overheid. Dat ligt al klaar, dan wordt het pas over 6 jaar gebouwd. Is het mogelijk om daar ook snel te schakelen met flexwoningen? Hè, dat je dus al eerder, want nu duurt het toch best wel lang. Zeker. Er zijn 3 miljoen mensen op drift. Nou, dat is eigenlijk wat in Ouder-Amstel ook gebeurt. Als een soort placemaking, als een soort vooruitgeschoven post. Om dat wonen op een locatie waar nu nog niet gewoond wordt. Ja. Om dat letterlijk op de kaart te zetten. Ja, we gaan precies. Daar die 400, of die 540 woningen bouwen met eigen haard. En die komen daar nu nog... niemands land wil ik het niet noemen. Want het ligt natuurlijk op relatief korte afstand van behoorlijk wat voorzieningen in dat gebied. Maar wel als eerste woningen in dat nieuwe kerngebied. En wat komen jullie tegen dan? Want dit is toch best wel vooruitstrevend. Hè? Dat je zo snel
in die periode, hè, tussen, nou, over wanneer gaat de nieuwe kern aan de slag? 2030 of 2028, wanneer? Nou, maakt niet uit. Wat zijn jullie tegengekomen aan, aan beer op de weg? Om zo, ja, zo dus we zitten nu helemaal in die voorfase. Ja. Dus wat net Vincent al aangaf, de gemeente heeft gezorgd voor een aan hun kant sluitende business case. Hè. Aan hun kant is de onrendabele top op de publieke investering afgedekt. Ja. En wij zijn nu gestart met die eerste ontwikkeling. Kijken wat heb je daar nodig. Het is een locatie, ja, wat ik al zeg, die wat meer alleenstaand is. Het is een grote locatie, dus je zult daar ook iets meer van gemeenschappelijke voorzieningen, plekken om elkaar te ontmoeten, willen hebben. Ja, je moet daar programmavorming hebben. Als jij zo'n stuk land ziet als marktpartij, zo'n nieuwe kernstuk, wat zou je als eerste doen? Hè? Dat je daar zo heel snel kan. Ja, ik denk er wel een beetje genuanceerd over. Ja. Kijk, we zijn als ontwikkelaar, maar ook gewoon samen met de gemeente. En daarom snap ik ook wel ook gewoon de houding van de gemeente Amsterdam. Van joh, ja, we hebben vaak al zo'n moeite om locaties aan de gang te krijgen. Mm-hmm. Dus daar moet je wel mee oppassen. Voordat je het weet, gaat je flexwonen, gaat je normale ontwikkeling gaat frustreren. En dan heb je dus eigenlijk niks gewonnen. Maar het bleek uit onderzoek van Vincent dat je juist, als je het goed doet, dat je vond ik wel het mooie, want ik zat nog eventjes vanuit mijn aantekeningen, wat hij zei van joh, hij had een hele leuke benaming voor locaties niet helder op de kaart. Onbebouwd, maar misschien wel met kansen. Ik denk van joh, als je met elkaar dat soort locaties gaat zoeken, die heeft niemand gezien. Ja. Ook in de vergunningverlening zijn er wel kansen voor flexwonen. Hè? Dus je kunt bij kruimelegingen enzovoort, kun je, of misschien op de crisisherstelwet, kun je gewoon zorgen. Kun je sneller schakelen. Kun je zorgen dat je eerder die vergunning krijgt. En dat soort locaties zou je met elkaar moeten zoeken. Hè? Dus ook het spelelement, wat dus ook gepresenteerd is, denk van joh. Heel veel gemeenten zijn maar in hun eentje zijn ze gewoon aan het kijken, plannen enzovoort. Laat daar gewoon de markt in meekijken in een soort spelelement. En dan samen dat soort locaties gewoon opzoeken. Ja. En dan kun je ook heel erg direct sparren van joh, dit is wel mogelijk, dit is niet mogelijk. En hoe kun je met elkaar ook die haalbaarheid groter maken. Dus letterlijk echt een marktplaats. Dus met marktpartijen, een letterlijke marktplaats. Ja. Vincent, is dat iets wat, want in jouw onderzoek, wat hebben die marktpartijen daar een voor rol in? Zie je dat voor je? Op die manier dat ze met elkaar, met alle partijen samen gaat zoeken? Nou, de vraag aan ons was gesteld om het met de gemeentes uit te zoeken. Dus in die zin hebben we daar niet direct zo naar gekeken. Maar ik kan me best voorstellen dat, zeker nu we dat game hebben gedaan, dat er wel modellen zijn te verzinnen waar je een keer samen naar dat soort oplossingen kijkt. Want als je beseft hoe hoog de urgentie eigenlijk is. Hè. Is dat dan niet de logische volgende stap? We zitten hier nu, maar we hadden ook met elkaar nu locaties kunnen zoeken. En laten we dat doen, jongens. Wie heeft er een kaart? Ja, ik bedoel, liever gisteren dan morgen. Laten we dat doen. Maar dat lijkt me toch een prachtige stap, jongens. Hebben daar mensen in de zaal niet ook een idee bij? Als dit nou kan, hè, met elkaar. Dat je met elkaar gaat zoeken naar die locaties waar dus hè, de crisisherstelwet goed, hè, waar je snel kan schakelen. Dat je dan. Ja, dat is ook iets wat we met gemeente Haarlemmermeer hebben gedaan. Ja, nee, zeg het. Volgens mij hoeven we dat niet meer te doen, want het Planbureau voor de Leefomgeving heeft dat al voor ons gedaan. Die heeft uitgezocht dat er per provincie in Nederland, met name in de groeiende provincies, 50.000 woningen nog bijgebouwd kunnen worden. Dus dat is allemaal al gebeurd. Hè? Die locaties zijn er al. Ja, precies. Dus die zijn... Dat zijn de permanente locaties. Nee? Voor permanente woningen. Dat zijn de locaties voor binnenstedelijke woningbouw. Ik denk dat het wel belangrijk is om even het onderscheid te maken. Van, ja, precies. Heel goed. Het flexwonen moeten we niet zien als doel op zich, denk ik. Nee. En ik geloof ook wel een beetje, nou ja, wat de kritiek wat vanuit de gemeente Amsterdam komt. Definitief, het gaat om dat we de woningvoorraad laten toenemen. Ja. Flexwonen is daar, kan daar als middel in worden gebruikt om snelheid te maken. Maar locaties waar definitieve woningbouw kan worden gerealiseerd, zou dat wat mij betreft voorkeur moeten hebben. Omdat we die woningen hard nodig hebben. Ja. En met dus name juist op die locatie. Ja, waar dat niet kan. Dus waar definitieve woningbouw minder kansrijk is. En dan met slimme regelgeving, crisis- en herstelwet, toekomstperspectief en van alles bij elkaar. Creativiteit. Zou je kunnen werken naar flexwoningen te gebruiken. Dus juist op locaties die nog niet zijn aangewezen? Of wat, ja, dat, dat, ja, of...
Of dat het locaties zijn die nog in de wacht staan. Dus op locaties die wachten op ontwikkeling, waar wel definitieve woningbouw kan, maar nu nog niet zo ver is, zoals in de nieuwe kern. En kun je op dat soort locaties sneller schakelen dan op locaties die al klaar liggen voor die al waar de infrastructuur al ligt, bij wijze van spreken? Ja, ik zou het op dat soort locaties doen. Want juist op dat soort. Wat je al goed gewoon uitlegt. Ja, in feite maak je dan flexwoning in plaats van de definitieve woning die je er zou kunnen. Dus dat zou ik een onverstandige vinden. Dus dat liever niet? Nee, maar ook op locaties die geluidsbelast zijn. Geluidsbelaster dan. We hebben een locatie in Nieuw-Vennep met de gemeente Haarlemmermeer. Ja. Die ligt onder de aanvliegroute van Schiphol. Daar wonen overigens in dat buurtje gewoon heel veel andere mensen. Die wonen daar al jaren en prima. Ja. Maar er mogen geen nieuwe woningen bij. Met een speciale ontheffing van het ministerie van Infra hebben we voor elkaar gekregen om daar 60 flexwoningen te gaan bouwen. Die voor een periode van 15 jaar daar wel mogen staan. Omdat ze daar tijdelijk staan. Onder de vliegroute? Onder de vliegroute. Kunnen we wel die woningen toevoegen op een plek waar geen permanente woningen nu op dit moment mogelijk zijn. Maar ik begreep wel dat het vrij lastig was. Omdat daar zit ook nog wel wat. Het was geen makkelijke, maar het is wel voor elkaar. We gaan donderdag de eerste woningen plaatsen. Oh, donderdag ga je de eerste woning plaatsen. Oh, nou, heel goed. Nee, makkelijke woningen zijn niet. Nee. Zijn mensen het daarmee eens? Wat voor locaties zou je dan moeten hebben? Juist de locaties waar nog niet aan gedacht wordt. Of de locaties die al aangewezen zijn voor woningbouw. Waar je ook. Je kan een gebied waarschijnlijk toch ook. Hè, alvast leuk maken voor die permanente woningbouw. Als het niet ten koste gaat van die permanente, van die inzet voor het realiseren van die permanente woningen. Nee, maar als je ze remontabel maakt. Die 15 jaar duurt, je begint met een eerste plukje en gaat daarna je permanente woningen bouwen. En bouwt op dat laatste plukje vol met die permanente woningen. Dan is dat prima, dan heeft het. Ja, maar dan kan het juist. Ja, want ik kan me voorstellen dat locaties die al aangewezen zijn voor woningbouw, dat die vaak in de buurt zijn, al tegen een stad aan, waar de voorzieningen in de buurt zijn, waar zelfs OV in de buurt is. En dat die locaties die jullie noemen, dat die niet voor niks niet aangewezen zijn. Hè? Aanvliegroute van Schiphol, moeilijk bereikbaar. Die staan dan erg. Dan moet je dus wel heel veel daar naartoe slepen. Om dat dan enigszins prettig en gezellig te krijgen. Is dat niet een nadeel van die locaties? Nou, maar dan ga je er wel vanuit dat die locaties er zijn. Die aangewezen locaties, die zijn er misschien wel op landelijk niveau. Maar die moeten dan ook toevallig liggen in jouw gemeente. Ja. Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar dat, als je met z'n allen gaat zoeken, Edward, nog even jouw mooie marktplaatsplan. Zijn dat soort locaties waar woningbouw al gepland is, misschien in 2030 pas, zijn die dan niet, zouden die niet op jouw marktplaats? 2030 is vroeg, hè? Dat is al over 8 jaar. Ja. Dus vaak zijn we al bezig om dus gewoon die gebieden al gewoon klaar te maken voor die permanente bouw. Ja, maar dan we zien dus gewoon van die kansplekken. Hè? Dus, ja. We zijn nu ook samen met de RAMO bezig. Gewoon kunnen we niet een soort rekenmodel maken waar we en flex en definitief doen. Hè? Dus we hadden het net al over die business case. Ja. Misschien kunnen we dus een beetje gewoon haalbaarheid tappen richting die flexwoningen. He, dus dat je hem ook in die middeldure huren kunt gaan realiseren. En misschien ook een klein beetje rekening houden met de mogelijkheid van flexwoningen binnen misschien een soort hindercontour. Ja. En vaak zijn er hindercontouren, maar is eigenlijk de vergunde contour is eigenlijk veel minder dan die hindercontour die je dus in theorie hebt. Dus precies. Dan kun je dus wel die kwaliteit van woning geven. Ja. Maar dan kun je dus ook gewoon door een soort slimme combinatie te maken, zou je dus locaties kunnen realiseren. Klinkt een beetje cryptisch, maar we gaan het wel horen. Maar we zijn het wel aan het onderzoeken samen. Dus, het klinkt wel heel logisch dat je het overhevelt van tijdelijk naar permanent. En je kunt zo'n plek alvast, je kunt alvast wat bomen planten die er toch al gepland waren bijvoorbeeld. Of parkjes aanleggen, kan ook. Nou ja, kijk, daarom zeg ik van, joh, weet je, misschien moet je dus ook gewoon dat soort plekken onderzoeken waar je dus dat in combinatie kunt doen. Met permanente bouw. Een beetje bij flexwoningen en wordt nooit meer gewoond. Ja, weet je, de ondergrondsinfrastructuur ga je aanleggen, dat is gewoon weggegooid geld. Ja. Stel je dat je er iets permanents erbij bouwt, dan heb je gewoon weer een soort verdienmodel. Dat bedoel ik. Ja, we zijn ermee bezig, binnenkort in het theater. En als het ons lukt, dan kom ik terug. De première, dan zijn wij er heel graag bij. Ja. Jongens, ja, nog een paar vragen en dan gaan we luisteren naar de mensen die dit pitchen. Ik heb een opmerking. Zoals we de term flexhuis vaak gebruiken, is het alsof het een beetje inferieur is. Ja. Ik woon in een flexhuis, ik zit in het voorportaal voor een permanente woning. Maar wij bouwen zelf permanente woningen die je flexibel kan toepassen. Dus een flexhuis heeft meer kwaliteit, is veel flexibeler. Het is echt wel de definitie van dat je aan je vaste woningvoorraad
permanente woningen toevoegt die veel meer flexibiliteit hebben. Dus die kan je gewoon verplaatsen. Of van twee appartementen kan je op basis van demografie een woning maken. En op die manier, zoals het nu gebruikt wordt, heb je het idee dat je toch in een iets minder huis woont. En dat vind ik jammer. Dat moet niet. Nee, ik ben het helemaal met je eens. Ik zou het roerend goed willen noemen. In plaats van onroerend goed. Hè? Het roert, het beweegt. Maar je hebt helemaal gelijk. Flexwoning heeft een vervelende bijklank. Maar volgens mij voor mensen deze zaal niet. Maar we zouden een nieuwe naam moeten verzinnen. Wat zouden we moeten verzinnen? Ja, een flex. Wat is een ander woord? De flex komt volgens mij vanuit de term dat je hem gewoon flexibel inzet op verschillende locaties. Ja. Maar weet je, ik begon met het naam van Spartaan. Als je daarin komt, in principe zou die dingen gewoon verplaatst kunnen worden. Als je er binnenkomt, merk je helemaal niks van. Ook gewoon met die betonnen vloer gemaakt. Ja, maar wij weten het wel. Maar om een beetje massa te maken. Ja. Dus er zit geen verschil in. Nee, maar dat is voor ons allemaal duidelijk. Maar we moeten even met z'n allen. Ik wil aan het eind van de avond wil ik iemand horen die een ander woord heeft voor flexwoning. Want ik ben het helemaal met mevrouw eens. Het is niet helemaal eerlijk. Jongens, ontzettend bedankt. Want we gaan ontzettend snel door naar de pitches. Bedankt. Keep up the good work. We blijven. Ik heb nog lang mijn zeggen niet kunnen doen, joh. Nee, dat weet ik, Edward. Maar ik wil graag de mensen horen die er al dingen bedacht hebben. Heel leuk. Ja, precies. En je wil de gast niet voor de voeten wegmaaien. Nee, absoluut niet. Applausje voor deze mensen. Dan gaan we snel pitchen, eens even kijken. Want we beginnen met Ramon. Die gaat alvast. Die mag beginnen. Ramon van Startblok. Waar is Ramon? Je komt eraan. En dan mogen de volgende twee alvast staan. Josine en Eldin, die mogen alvast staan. Dan kunnen we lekker doorpitchen. Josine mag staan. Oh, Josine mag hier staan. Oké, jongens. Ramon, en we pitchen op wat is de perfecte locatie voor je concept? Hè? Wat maakt je concept uniek? En wat zijn de belangrijkste punten uit je business case? Ja, of precies die vraag is gaan beantwoorden, dat weet ik niet. Maar ik hoop in ieder geval een mooie oplossing te krijgen. Je hebt 3 minuten. Ja, dat komt goed. Ik ga meteen beginnen. De 100% A-fabriek gebouwde woning conform bouwbesluit en volledig van CLT gebouwd. En je ziet hem aan de linkerkant zie je nu staan, daar wordt hij omhoog gehesen. Nou, zoals u al aangaf, komende 3 minuten ga ik aan de hand van 6 punten. Jullie vertellen waarom wij denken een oplossing te kunnen zijn voor die enorme woningopgave die we met z'n allen hebben. Het begint niet met de minste, dat is de betaalbaarheid. Er staat enorm hoog bij ons in het vaandel. En dat denken wij te kunnen realiseren. Nou, dat kunnen we realiseren middels de fabrieksmatige bouw. En dat houdt dus in dat we niet prefab bouwen, maar echt volledig de woning van A tot Z in de fabriek bouwen. Dus dan gaat van A tot Z wordt die gebouwd achter de transportwagen. Dan gaat hij naar locatie toe en dan wordt hij geplaatst. En vanwege die efficiëntie kunnen we dus inderdaad ontzettend betaalbaar bouwen. En dat doen we in 6 dagen. En dat doen we op een stikstofvrije wijze, op een duurzame wijze, op een zeer circulaire wijze. En minimaal 90% circulair zijn de woningen die we produceren. En dus biobased van CLT hout. En die woningen zijn allemaal volgens een permanente bouwbesluit zijn ze gebouwd. Het is ontzettend leuk om hier meteen aansluiting op te kunnen geven. Want als we zo meteen dus een tijdelijke woning kunnen neerzetten, dan kunnen we ook permanent laten staan. Mocht de bestemming uiteindelijk wijzigen naar een permanente wijziging. Een bestemming. En we hebben 2 verschillende modellen. Dat is een model voor 1-2 persoons huishoudens. Dat noemen we de startblok 2. En we hebben ook voor gezinnen, dat noemen we de family blok. Waarbij, omdat we volgens het permanente bouwbesluit bouwen, de muren staan vast, maar de schil eromheen is volledig variabel. Dus qua materiaal, qua kleur, maar ook qua directe indeling. Op slide 1 zagen jullie het eerste plaatje. En zoals jullie hier kunnen zien, heeft architectenbureau Heren 5 heeft een model gemaakt waar die kozijnen dus helemaal wijzigen. Ook een ander gevel aanzicht qua kleur, qua materiaal. Deze is wel biobased en dus helemaal aanpasbaar aan de wensen van de afnemer. Dit project heeft de Kuiper Compagnons weten te tekenen. Ook weer met een totaal andere feeling van de wijk. En dan ziet u hoe we die wijkjes kunnen maken. Dit zijn 60 woningen. En het volgende filmpje laat zien hoe we dan die woningen daadwerkelijk produceren. Nadrukking is toch belangrijk dat die echt in zijn totaliteit wordt gevoerd. En hier wordt er dus in zijn totaliteit geplaatst. Rug aan rug en zij aan zij in dit geval.
toplocatie in Emmeloord. En een applausje voor Ramon Visser van Startblok. Dank je wel. En dan wil ik nu, jongens, het lijkt wel een show. Geweldig, dank je wel, Ramon. Josine van der Linden van de Mail. Josine, take it away. Dank je wel. Gaan we ook de presentatie opstarten? Ja, daar zijn we al. Jullie horen mij net al zeggen, er zijn plekken. In Nederland wordt er veel gepraat over, hebben we wel genoeg plek. In mijn ogen zijn er plekken genoeg. Waar we modulair of flexibel op kunnen bouwen. Wij hebben als de Mail al een x-aantal projecten gedaan. Jammer dat Thijs hier niet is, want dan kon hij opscheppen over ons mooie project in Purmerend. Ook in Eindhoven, in Nijmegen zijn wij daarmee aan de slag. Maar ook ik hou mij niet aan de pitch, want ik wil jullie niet vertellen waarom je voor ons moet kiezen. Ik ben niet van WC Eend. Ik wil jullie vertellen waarom je voor flexibiliteit moet kiezen. Er werd net ook al gezegd, ja, wij kiezen voor echte woningen. Nou, laten we even stoppen met die discussie. Want de wereld verandert. De vraag verandert. En de bouw, het gaat vreselijk langzaam, maar de bouw gaat ook veranderen. Er zijn dingen aan de hand en we moeten andere keuzes maken in Nederland. Modulair en flexibel bouwen is gewoon duurzamer. Is sneller, is veel en veel beter voor het milieu. En niet alleen omdat die bedrijven die hier pitchen gewoon de helft minder CO2 uitstoten en minder overlast enzovoort veroorzaken. Maar ook omdat echte duurzaamheid flexibiliteit is. Ik heb zelf nog projecten gedaan in Rotterdam en in andere steden, waar we gewoon stadsvernieuwingsprojecten van de jaren 80 afbraken en daar opnieuw. Er waren echte woningen, die hebben we gewoon gesloopt. Dus laten we elkaar niet voor de gek houden en zeggen dat echte woningen permanente woningen zijn, want die slopen we in Nederland ook elke dag van de week. Dus je moet anders naar de bouw gaan kijken, anders naar de vraag en anders naar het product. En alle pitchers die hier staan, en dan zijn wij er ook eentje van, zijn in staat om op een hele andere manier product te maken. En niet alleen om een product wat veel sneller en efficiënter en effectiever te maken is, maar ook een product wat veel flexibeler is. Dus wat vandaag een woning is en morgen een polykliniek. Wat vandaag een eenkamerwoning is en over een tijdje een tweekamerwoning is. Wat vandaag op deze plek staat en over een tijdje ergens anders staat. Dat is het nieuwe bouwen. We praten elke dag in Nederland over single-use plastics, maar we praten nooit over single-use vastgoed. Maar laten we wel wezen, 90% van de markt in Nederland is in single-use vastgoed. Hoeveel kost het ons wel niet met z'n allen aan materiaal, aan geld, aan uitstoot om al die kantoren die we niet meer nodig hebben te verbouwen? Dus waarom bouwen we dan nu nog steeds echte huizen in Nederland? Die vraag heb ik echt. Dus laten we anders kijken. Laten we anders kijken naar vastgoed. Laten we anders kijken naar het product. En ik ben heel blij dat die mevrouw dat net ook al zei. Want dat zijn echte woningen. Kom een keertje slapen in een van onze woningen en probeer eens te ontdekken wat er niet echt is aan die woning. Oké. Ik wil nog één ding zeggen en dan stop ik echt. Want ja, ik wil ook bewijzen, en nou, gelukkig is dat ook al hier doorgedrongen, dat niet-echte woningen ook gewoon hele mooie woningen moeten zijn. Een lelijke woning kost net zoveel geld als een mooie woning. Dus ik werk liever aan gewoon mooie woningen. Ja. En die bouwen wij elke dag op allerlei plekken in Nederland. Dank je wel. Heer. Dank je wel, Josien. Heel goed. En dan nu Eldin, die staat al klaar, van Respace. Yes. Yes. Even kijken, als ik op groen klik, dan gaat die, neem ik aan. Kijk, ja, eens even. Yes, hi, goedenavond allemaal. Mijn naam is Eldin Fijkevic. Ik ben architect van Respace. En ik heb een andersoortige propositie die ik ga laten zien. Namelijk, in Nederland staat zo'n 39 miljoen vierkante meter leeg aan vastgoed. En dat zijn niet alleen de kantoorpanden die net genoemd zijn, maar ik heb het ook over lege kerken, leeg industrieel vastgoed, zwembaden, noem maar op. En dat is allemaal onbenutte ruimte waar we iets mee kunnen doen. Nou,
Met Respace hebben wij een bouwsysteem ontwikkeld, volledig CNC gefreesd, parametrisch in te zetten. Wat inhoudt dat je eigenlijk binnen elk context, binnen elk leeg gebouw ermee aan de slag kan. En eigenlijk van al die lege vierkante meters een nieuwe invulling kan geven. Ongeacht de functie. Als je kijkt naar hoe wij dat aanpakken. Flexibiliteit als buzzword is hier enorm gebruikt natuurlijk. Maar het linkerplaatje laat een beetje zien hoe wij daarnaar kijken. We maken gebruik van die CNC-freestechniek. Waarin we eigenlijk zo min mogelijk schroeven gebruiken. Lijm is überhaupt verboden. En echt het flexibel gebruiken. Dus na gebruik op een gegeven moment ook weer uit elkaar te halen. Of tijdens gebruik opnieuw in te zetten op een andere manier. Is een van de belangrijkste doelstellingen die wij hebben. En op die wijze kunnen we eigenlijk heel veel voor elkaar krijgen. Snel bouwen, betaalbaar, biobased. In principe alles wat hierop staat. En dat komt eigenlijk voornamelijk omdat we dus die CNC-freestechniek en de parametrische design tools die wij ontwikkelen toepassen in dat proces. Voor wie is dit? Van spoedzoeker tot bakfietsgezin. Dus met een knipoog, maar ook serieus. In principe, elke functie kan op deze manier worden gecreëerd. En in de middelste afbeelding laat het ook een beetje zien. Dat is voor COA hebben wij een haalbaarheidsstudie gedaan, waarin een woongroep wordt gecreëerd eigenlijk voor spoedzoekers die na 5 jaar op een andere wijze met dezelfde elementen kan worden ingezet om starterswoningen ervan te creëren. Hoe pakken wij dat aan? In principe is elk leegstaand gebouw een mogelijk object om aan te pakken. En we hebben daar met ontwerpkaarten hebben wij daar een spelletje van gemaakt. Dus ook een soort serious gaming. We hebben een bepaald grid die we eroverheen uitleggen. En dan met een aantal aspecten, zoals programma van eisen, brand en daglichttoetreding, komen we dan tot een volledig ontwerp. En een aantal projecten om daarmee te laten zien. We hebben hier links in Amsterdam hoofdkantoor van Sissy Boy ooit gemaakt. Werksportfabriek en de kabelfabriek. Dus je hoort het al aan die namen. Het zijn vaak van die gebouwen waar je denkt, wat moet ik hiermee? Leegstaande fabrieken. Perfecte locaties eigenlijk om flexwoningen in te creëren. Hoe snel kan zoiets? In principe, als je kijkt naar een voorbeeldproject van 2000 vierkante meter, ben jij van een leeg A4'tje tot aan gerealiseerd ontwerp binnen een halfjaartje klaar. En wat kost dat? Dat was ook een van de vragen. We kunnen in principe vanaf zo'n 700 euro per vierkante meter aan de slag met nog een aantal andere componenten als installaties die erbij komen en brandveiligheidsaspecten. En dan is het altijd de vraag, wat doet dat dus met die schil? Want dat is altijd even de vraag. Dat weten we nooit, hangt van die schil af. Maar voor een hele goede waarde kun je dus van leegstaand vastgoed naar prachtige flexwoningen gaan. Waanzinnig. Een applaus. Heel erg goed. En dames en heren, vragen? Vragen kunnen jullie straks stellen tijdens de netwerkborrel. Hè? Dus dat houdt die vragen voor je nog even. Dan gaan we straks, kunnen jullie ze allemaal persoonlijk ontmoeten. Arjen Oosterhuis van de Rabo Smart Builds. Go, take it away. Dankjewel. 3 minuten. Ja, heel goed. Heel goed. Jullie kennen Rabobank allemaal als een betrokken bank die betrokken is op verschillende manieren bij uiteindelijk de woningmarkt. En als maatschappelijke organisatie willen we ook graag een bijdrage leveren aan het goed functioneren van die markt. En daarom hebben we vorig jaar in 2021 Rabo Smart Builds gerealiseerd. En Rabo Smart Builds, wellicht hebben jullie ervan gehoord, heeft als doel om de komende 10 jaar 12.000 betaalbare middenhuurwoningsegmenten te realiseren. En dat doen we niet alleen maar als financier, maar dat doen we ook vanaf ontwikkelaar tot de uiteindelijk verhuurder. Wij pakken daarin een brede rol en ook de eigenaarsrol om juist ook die betaalbaarheid in het middensegment te kunnen waarborgen en te kunnen garanderen. Dat is de rol die Rabobank daarin pakt. En we hebben geen winstmaximalisatie als doel. En daarom werken we ook met een transparante business case en een open boek. Dus kom gerust bij ons kijken. Wat we zien in de markt is, tenminste wat wij zien, is een groter groeiende groep tussen uiteindelijk het sociale huursegment en uiteindelijk de mensen die tegenwoordig nog überhaupt de woning kunnen kopen. En die doelgroep, het middensegment, werd net al even genoemd, daar richten wij ons op. Dat kan eventueel in aanvulling met het sociale segment. Maar dat doen we dan ook heel graag in samenwerking met woningcoöperaties. En zo creëer je denk ik ook hele mooie gemengde wijken. Die term flexwonen, laten we er vandaag afscheid van nemen. Wij noemen het ook niet meer zo. Wij noemen het permanente woningen, maar dan op een tijdelijke ondergrond. Dus wat ons betreft is dat gewoon een nieuwe term voor flexwoningen. Maar dat zorgt ook gelijk weer voor een uitdaging. Want als je het over die kwalitatief hoogwaardige woningen hebt en je wil aan de andere kant de huur
ja, eigenlijk wel zo laag mogelijk houden en drukken en betaalbaar houden, ja, dan ga je dat niet binnen 10 of 15 jaar rondrekenen. Vaker gehoord, je hebt 2 exploitaties nodig om het uiteindelijk rond te rekenen. En daar zijn we ook naar op zoek. Nou, hoe kunnen we met elkaar zorgen dat de 2 exploitaties aan elkaar kunnen verbinden of langer op 1 termijn, op 1 positie kunnen staan, om uiteindelijk ervoor te zorgen dat we hoogwaardige woningen kunnen creëren en die huren zo laag mogelijk kunnen houden. Het beoogde doelgroep bepalen we graag samen met de gemeente, of dat starters senioren zijn of een combinatie daarvan. Uiteindelijk hoeft Rabo Smartbuild zijn grond niet in eigendom te hebben, want we kunnen prima in de business case ook een huur of een pacht betalen aan de gemeente of aan een derde die de grond in eigendom heeft. En dan naar 2022, want dat is het jaar van de pilot. Wij hebben op dit moment ruimte om met ons team, wat op dit moment 19 personen groot is, 4 tot 5 pilots te gaan realiseren. En de teller staat op 3 à 4. Dus dat betekent dat we nog 1 à 2 pilots ruimte hebben om dit jaar te gaan starten. Capaciteit is beschikbaar. En daar zijn we naar op zoek. Naar gemeenten die met ons minimaal 100 middenhuurwoningen willen realiseren. Eventueel in aanvulling met het sociale segment. En langjarig over een exploitatie met ons in gesprek willen gaan. Maar aan de andere kant ook van ons mogen verwachten dat we dan ook langjarig tijdens die hele exploitatie die betaalbaarheid garanderen van hoogwaardige woningen. En dan wil ik het afronden met 5 onderdelen. En het eerste is, we hebben geweldige bouwers hier in de zaal die ruimte in de fabriek hebben om op korte termijn woningen te realiseren. Rabobank is bereid om als investeerder en als financier op te staan. Procedures maken het op dit moment echt mogelijk om te starten. Voorbeelden genoeg. Rabobank of Rabo Smartbuilds heeft capaciteit voldoende om de gemeente maximaal te ontzorgen. Ja, en dan is mijn laatste vraag. Doe je mee? Werk je mee, yes, om aan meer betaalbare woningen? Meld je bij de borrel of via de digitale weg? Applausje voor Arjen Ooghuis. En Homes Factory. Homes Factory Jan Hoppen. Take it away, Jan. Ja, dankjewel dat ik ja, ik heb al zoveel mooie verhalen gehoord dat ik er eigenlijk heel snel doorheen wil gaan. Want ik denk dat het een beetje herhaling van zetten is. Er is alleen één ding wat ik er toch nog even bovenop wil leggen. En dat is het verhaal van, ik heb een stukje gelezen in het Parool dit weekend. Het gaat over het feit, wordt Nederland teruggegeven aan de zee? De vraag is niet meer of dat gebeurt, maar wanneer dat er gebeurt. Dat is een heel heftige opmerking die ik maak. Maar dat betekent wel dat woningen die je kunt verplaatsen straks onze heel erg belangrijk zouden kunnen gaan worden. Dat wil ik even meegeven. Ja, deze zaak hebben jullie daarnet al gehoord. Wij bouwen 3D modulair. Dat betekent dat we snel zijn, dat we lager in kosten kunnen zijn en dat we betere kwaliteit kunnen leveren omdat we in de fabriek bouwen. En dat we super duurzaam zijn. Nou, dat doen we met mensen. En die mensen zijn heel de dag bezig in een pilotfabriek in Moerdijk. En we gaan straks terug naar Breda, naar een grote fabriek in 2023. En we doen dat samen met onze bouwvakkers en onze techneuten. En dat is geweldig om dat te doen. Dat is echt het mooiste wat ik eigenlijk in heel mijn loopbaan heb meegemaakt. Dus dat wou ik wel even zeggen. En je ziet ook dat ze allemaal lachen. Er zijn een paar herkenbare gezichten in de zaal. Goed. Ik heb het net al gehoord van Jan Snel, dus ik ben het er eigenlijk helemaal mee eens. Wij bouwen ook met een stalen schil of een stalen chassis en een betonnen vloer. En daaromheen zit heel veel biobased. Ik heb wat materialen meegenomen, kom straks even voelen. Dat even de microfoon pakken, Jan. Je moet even de microfoon nog erbij. Ja. Kom straks even voelen, want dat is ook belangrijk. En het is bekend dat er in Nieuw-Vennep donderdag en vrijdag woningen worden gebouwd. Dus dat is het verlengde van deze avond. Dus je kunt daar naartoe gaan. Dus op 3 minuten van het station. Dus ik zou even langskomen. Dat betekent ook dat wij kunnen variëren. We kunnen van appartementen kunnen we woningen maken. We kunnen modules maken van 3 meter breed. Modules maken van 6 meter breed. 6,30 meter is ons record trouwens. En we kunnen dat niet een keer opnieuw gebruiken, zeg maar. Dus een permanente woning is ook een flexwoning of een ander woord daarvoor. Dat is gewoon realiteit. We hebben die zekerheden. We kunnen duurzaamheid bieden, we kunnen snelheid bieden, we kunnen betaalbaarheid bieden, we kunnen kwaliteit bieden. We zijn super flexibel.
We kunnen ook een beetje timmeren, dus vakmanschap is er zeker. En dan circulariteit is natuurlijk ook heel belangrijk. We zijn bezig met onze eerste invulactie voor een BCI-norm. We zitten tegen de 80 aan, hebben we begrepen. Dus dat gaat echt heel goed. Ja, en dat betekent dat we daardoor gewoon wel iets kunnen leveren. We hebben ook een statiegeldregeling. Dus als je hem terug wil brengen, wij willen heel graag die modules terug. Want wij geloven in ons product. En dat maakt het natuurlijk bijzonder. Nou, Barend heeft dat net al aangegeven. Met IJmeren hebben we een statiegeldregeling voor over 10 of 15 jaar. Nou, dan, hoe ziet dat er nou uit? Ik heb een aantal projecten meegenomen. De middelste is waar jullie allemaal met z'n allen komen kijken. Donderdag en vrijdag IJmeren, Nieuw-Vennep. Dan hebben we in Nieuwegein zijn we bezig met een heel mooi houten gebouw. Het is geen houten gebouw, het is bamboe. Ook dat heb ik een stukje meegenomen. En dan zijn we in Breda ook bezig met minerale gevelsteengebouwen. Dat zijn gewoon 200 kapwoningjes, vrijstaande woningen. En al die elementen, modules, die kunnen allemaal dwars door elkaar worden gebruikt. Ik moet afronden. Dit is het mooiste moment misschien wel voor mij van de avond. Want dit is onze grote droom. Dit is onze nieuwe fabriek in Breda. Kom kijken in 2023 tegenover de Woonboulevard. Oh, dat komt goed uit. Dankjewel, Jan Hoppe. En dan nu, Kia. Kia Hoesijn van Jan Snel, Daiwa House Modulair. Take it away, Kia. Helemaal goed. Ja, goedenavond allemaal. Leuk dat we hier allemaal bij elkaar kunnen komen om het over woningbouw te hebben. Modulaire woningbouw. Mijn naam is Kia Hosseini. Ik ben hier met mijn collega Thijs Linschoten en wij zijn van Daiwa House Modular Europe. Daiwa House Modular Europe zal in Nederland beter bekend staan als Jan Snel BV. Wij bestaan al ruim 60 jaar en hebben 60 jaar ervaring in het bouwen van modulaire huisvestingsoplossingen. Sinds 2020 zijn wij een samenwerking aangegaan met Daiwa House Group. Daiwa House Group is de grootste industriële bouwer van de wereld en willen samen met ons de modulaire woningbouw in Europa op de kaart gaan zetten. En dat is iets wat wij kunnen, dat doen wij al langer. Dit project bijvoorbeeld hebben wij in Amsterdam gerealiseerd. Het zijn 800 studentenwoningen, maar wel tijdelijk. Het heeft allemaal de kwaliteiten van permanente woningen, alleen ze worden over een x aantal jaar gewoon weer weggehaald. En zo ook hier in Utrecht. In Utrecht hebben wij in eigen ontwikkeling 232 studentenwoningen gerealiseerd. Die zijn permanent, maar alsnog losmaakbaar. Ons woonconcept bestaat uit modules. Modules die zijn ten alle tijde met droge verbindingen aan elkaar vastgezet. Waardoor we na 15, 30, 45 of 60 jaar altijd die modules weer uit elkaar kunnen halen. En die materialen gewoon weer een nieuw leven kunnen gaan geven. We hadden net al een mooi voorbeeld van Radboud, van Lelystad. Alleen daar kom ik zo meteen op, ik dacht dat die nu kwam. In Amsterdam hebben wij in opdracht van de Alliantie 141 flexwoningen gerealiseerd op Eiburg. En dit is nou echt een voorbeeld van alles wat weerstand kon bieden, had weerstand. De buurt, de locatie, de gemeente ook nog enigszins. Maar uiteindelijk is daar een project gerealiseerd wat meerdere awards heeft gewonnen. VPRO tegenlicht voor woonoplossing van het jaar. En de Arie Keplerprijs voor architectuurprijs. 141 woningen bieden huisvesting voor minimaal 250 mensen die allemaal super trots zijn op hun woning. En ja, het is een modulaire woning en het is een flexwoning. Maar ik ben het er mee eens, een flexwoning is niet meer de woning zoals we die willen noemen. Wij zelf noemen het semi-permanente woning. En dit project zagen we zojuist. In Lelystad hebben wij 152 flexwoningen gerealiseerd. Semi-permanente woningen gerealiseerd voor de opdrachtgever Centrada. Wij zien hier in het midden een heel mooi paviljoen. Gezamenlijke woonkamer, wasbar en een kantoor voor de beheerder. En dat is echt wel het kloppend hart van het project. Daar gebeurt het. Daar kunnen mensen naartoe als ze feestjes hebben. En daar kunnen mensen naartoe als ze vragen hebben of als ze hulp nodig hebben om weer opnieuw een start te kunnen maken. Het volledige project in Lelystad is ook losmaakbaar. Het is modulair gebouwd. We kunnen alles verplaatsen. Nu zien we de drie gebouwen bij elkaar staan. Maar het kan zomaar over 15 jaar kilometers uit elkaar staan. Het is niet het doel, want wij bouwen het gewoon voor altijd in principe. Maar we weten dat het losmaakbaar is. Wat hier ook nog een mooi gegeven is, is dat ook hier het terrein volledig verplaatsbaar is. Dus we kunnen ook de volledige infra meenemen naar de nieuwe locatie, zodat daar
niet opnieuw geïnvesteerd hoeft te worden. Dit is allemaal mee te nemen naar een tweede locatie. Gemiddeld waren er in Lelystad, om even aan te haken op de vraag waar komt het aantal vandaan, 3000 flexwoningen per jaar. Gemiddeld waren er in Lelystad voor dit project 100 aanmeldingen per woning. Het zijn er 152, dat is ruim 15.000 mensen die zoeken naar een woning. Die zijn allemaal gevuld. En dat aantal heeft ervoor gezorgd dat wij een tweede realisatie hebben gedaan voor Centrale. We hoorden het net ook, wonen bij Lily, het zusje van Lars, om zo te zeggen. Ook weer het paviljoen, ook weer semi-permanente woningen. 1, 2 en 3 kamerwoningen. En in totaal bieden we bijna 400 tot 450 mensen een huis. Top. Ik wil hem nog even afsluiten. Ja. Willen jullie nou weten hoe het is om in zo'n woning te zijn? En hoe het is om zo'n woning te beleven? Zo'n modulair, industrieel gefabriceerde woning. We hebben in Montfort hebben wij een experience center. Ik nodig jullie van harte uit om een keer bij ons langs te komen. In Montfort. We kunnen dadelijk gelijk al een afspraak maken. Om echt een keertje te voelen, te stampen, op de muren te kloppen. Alles wat jullie willen in onze conceptwoningen. En ja, in Holland staat een huis. En bij ons wordt die gebouwd. Tot snel. Hartstikke goed, Kia. Dank je wel. En dan nu, last but not least, Sander. Sander Vletterman van Finch Buildings. Yes, dank je wel. Nou, ik ben Sander. Ik ben van Finch Buildings. En ik wil het eventjes een beetje over een andere boeg gooien. 2 jaar geleden was ik in de naïeve veronderstelling dat heel de wereld zou gaan veranderen. We hadden het over het nieuwe normaal. We zouden anders met grondstoffen omgaan, met elkaar, met het milieu. Nu kijk ik daar eerlijk gezegd op terug en ben ik iets minder positief gestemd. In 2020 behaalden we met z'n allen de klimaatdoelstellingen van Nederland. Vanwege een pandemie. Chapeau. En inmiddels, zoals je kan zien, zijn we weer meer aan het uitstoten dan dat we daarvoor ooit deden. En serieus, als we weten wat de effecten zijn van bouwen en wat voor een effect dat heeft op het milieu, willen we dan hier naar terug? Is dit dan wat we willen? Want dit is ook flex. Bij Finch geloven wij hier niet in. Op het moment dat je op zoek bent naar een flexproject met een exploitatieperiode van 10 tot 15 jaar, dan moet je ons niet bellen. Wanneer moet je ons dan wel bellen? Hè? Ga maar even dichter naar de microfoon, Sander. Oh, sorry. Wanneer moet je ons dan wel bellen? Als dit is wat je wil. Dit is een voorbeeldproject dat we hebben gedaan in Alkmaar. Het zijn 38 modules. En dit is allemaal permanente kwaliteit. Permanent geëxploiteerd op tijdelijke locaties. Dat is namelijk waar wij wel in geloven. En hoe doe je dat dan? Je kan een permanent gebouw, net zoals velen hebben aangegeven, op een tijdelijke locatie neerzetten en vervolgens als heel gebouw op een andere locatie plaatsen. Of je kan, als je als woningstichting weet dat je in de toekomst een bouwopgave hebt, zo'n tijdelijk project neerzetten en die blokjes dan opbouwen tot een permanent gebouw op een andere locatie. Hoe doe je dat dan in dat systeem? We werken met een volledig open casco en alleen nog maar droge montagesystemen, zodat in de loop van de levensduur van dat gebouw er meerdere functies in kunnen behelzen, meerdere functies plaats kunnen vinden. Op dit moment is het zo dat we met een druk om de knop 4 verschillende soorten appartementen kunnen produceren. Vanaf een studio van 36 vierkante meter tot een appartement van 75 vierkante meter. Nu besteld, in april, betekent voor het einde van het jaar geleverd. First come, first serve. Wij zijn er klaar voor. Jullie ook? Yes, dankjewel, Sander. Sander Vletterman, jongens. Nou, ik ben overweldigd, jongens. Hoe is het? Ik zag jullie allemaal ook kijken. En Radboud... Je hebt natuurlijk nu met Daiwa House gewerkt. Zijn er nu ook dingen, want het is een enorme kermis. We gaan straks ook met elkaar daarover in gesprek. Er is straks een markt waarin je er alles kan voelen en nog eens kan praten met de mensen. Is er nou nog een concept waarvan je dacht, oh, dat wil ik de volgende keer wel eens doen? Nou, het is wel grappig, want een van deze aanbieders zijn wij mee in gesprek als gemeente. Dat ga ik niet vertellen. Oh. Dat is voor beide borrel. Ja. Niet voor flex wonen, maar voor permanente woningen. We hebben net ook gezocht naar een andere term, maar die hebben we nu gehoord. Ja. En dat is de modulaire bouw. Ik vind modulair wel een mooi woord. Zijn we daarvoor gewoon modulaire wonen? Ik woon in een modulaire woning. Dat klinkt gewoon heel goed. En of je dan
op een tijdelijke bestemming staat of op een permanente, moet dan niet meer uitmaken. En het mooie van wat heel opvallend was bij al deze verhalen, was de duurzaamheid, was het leidende thema, niet de flexibiliteit. Ja, dat is ook, je kunt hem dus verplaatsen, maar hij is daarom ook duurzaam. Nou ja, wat Jan zei, en dat was ik ook wel op aangeslagen, is inderdaad dat we ook gewoon achter de Utrechtse Heuvelrug moeten kunnen gaan met onze achterop de vrachtwagen, lijkt mij toch? Dat is wel een heftig zinnetje natuurlijk. Maar ik vind eigenlijk 3D-modulair mooier eigenlijk nog. Dat is net iets. 3D-modulair vind ik te lang. Hebben mensen nog bezwaar? Een andere term. Flexwoningen niet, doen we niet meer. Modulair, beter. Heeft iemand nog een beter woord? Ja? De mail? In de lijnen met single-use plastic. Misschien moeten we het over multi-use vastgoed hebben. Multi-use vastgoed. Ik vind hem aardig, een zesje, maar ik vind modulair. Laten we ook gewoon. En dat remontabele, wat vinden wij daarvan? Of is dat een remontabele? Nee, te technisch. Modulair, hè, wordt het. Wat zeg je? Het moet niet de Billy boekenkast van het bouwen worden, want daar zijn de concepten te mooi voor. Dat vind ik ook. Dus jij houdt je bij modulair. Want daar valt ontzettend veel onder. Hoe is die wereld eigenlijk, jongens? Concurreren? Want ik zag ook foto's genomen, hè, van de concurrenten. Ik zag dat jij foto's aan het nemen was. Hè. Die Brabanders, jongen, hou ze in de gaten. Jullie gaan al lekker bouwen, Nieuwveld. Ja, smokkelaar. Hoe is die, wordt er veel met elkaar overlegd? Of zitten jullie elkaar een beetje in de weg? Nee. Nee? We hebben elkaar heel hard nodig. Het is de markt, ik denk dat dit het nieuwe normaal wordt. Dat vond ik wel heel goed voor jou. Hè? De markt, dit wordt het nieuwe normaal, denk ik. Dus ja. We hebben met elkaar eigenlijk de taart groter te maken. Dus ik denk dat we elkaar ontzettend hard nodig hebben. En jongens, en wat Sander zo ontzettend goed zei, want daar ben ik word tegenwoordig ook wel eens somber wakker na al deze dagen van oorlog en rapporten waarin duidelijk wordt dat het allemaal. Het moet modulair, of het moet duurzaam. Het moet van duurzame biobased, maar dat kan niet anders, jongens. We kunnen het echt niet meer met cement en beton doen. Dus als het met hout kan, doe het met hout, zou ik zeggen. Locaties, daar kunnen we ook nog een marktplaats voor vinden. Edward, jij kijkt nog een beetje zo van, ik ben nog niet alles helemaal kwijt. Dat is verder licht. Maar jij zei net in het gesprek, zei van, ik had nog zoveel te zeggen. Zijn er nog reacties op deze pitches of wat je nog wil zeggen? Nee, hartstikke leuk. Dus ik krijg hier energie van. Dus ja. Straks lekker borrelen. Ja. En dat model van Rabo. Want jij bent de marktpartij, jij moet het vormen. Ga je met die Rabo-club, zijn jullie al ver? Ja, we zijn lekker bezig, laat ik het zo zeggen. Ja. Je kan nog niks loslaten, ik zie het aan je. Ja, dat is zo. Dat is zo. Dus het gaat gebeuren. Jongens, het gaat gebeuren. Ik vind het fantastisch. Zijn er nog vragen uit de zaal? Want als ik dit. Oh ja, kijk. Jij vraagt je nog steeds af of die woningen nou wel echt nodig zijn. Oh, heb je weer? Nee. Dat komt. Er komt nu een hele intelligente vraag, hè? Beloof? Ja, ik leg de lat hoog. Hij is er altijd, dus dat maakt niet uit. Hij kan wat hebben. Hij kan wat hebben. Vorige week was je hier over een avond over stikstof. De man die de staat op zijn knie heeft gekregen op stikstof. En die man heeft de smaak te pakken, maar droevig genoeg. Want hij zegt, droevig ben ik nodig. Datasteel staat op zijn to-do-lijst en mijn vraag aan hem was, en wat is next? En vandaag was het nieuws dat Schiphol mogelijk de volgende locatie is die zal moeten sluiten. Want als we een beetje. Ik voel locaties opkomen. Oké, dat vind ik een geweldige afsluiting. Dus die woning in Nieuw-Vennep voor jou, Jan? Die mensen hebben geen vliegtuigen meer binnenkort over. Dit wordt gewoon permanent. Jongens, ontzettend bedankt voor jullie komst. Ga lekker met elkaar borrelen, ga met elkaar praten. Sander, blijf niet zo somber kijken, jongen. Het komt al goed. En ga ook bij elkaar langs. Want dat voelen en dat voelen of het. Hoe ruikt het? Nou, ik heb toevallig Finch Buildings ooit eens gedraaid. Fantastisch. En je wordt er ook gelukkig van. Hè? Het wonen in biobased en hout. Jongens, ga met elkaar in gesprek. Ga biertjes met elkaar drinken. Er is een markt. Voor de kijkers thuis, jongens, heel jammer dat jullie er niet zijn. Volgende keer komen jullie gewoon live, want het is nu echt afgelopen met corona. We hebben de volgende crisis aan onze handen. Jongens, heel veel plezier. We maken er wat van. Applaus voor jezelf.